Iedereen er is. We wachten nog kleine 2 à 3 minuten totdat de rest allemaal gejoined is. En dan gaan we van start. Starten. Even kijken, ik ga deze even uitzetten. Yes. Kan iedereen mij goed verstaan? Roep even iets in de chat als je me gewoon kan horen. Ja, maat, kooi, perfect. Oké, top, dat is mooi. Oké, er zijn nog steeds mensen, dat is goed. Dus vandaag gaat de eerste aflevering zijn, of de eerste deel van de bootcamp van Sam en ik. Ik zal mezelf eerst even kort voorstellen voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Ruben, ik ben 19 jaar oud. Ik zit nu ongeveer 5 maanden in deze business. Ik was begonnen eerst met EC11, eerste maand. En daarna was ik overgestapt op de Loren en eigenlijk gewoon gelijk all in meegegaan. En tot nu toe ook mooie resultaten mee behaald. Dus dat wil ik graag delen met jullie. Ik denk dat ik best wel veel... Ik heb sowieso nog heel veel te leren. Ik ben geen master trader, maar ik denk in ieder geval wel dat ik vooral nieuwe mensen wel nog heel veel te bieden heb. Ik weet niet, Sam, misschien kan jij gewoon nu overgaan naar wie jij bent. Want ja, ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik doe dit samen met Sam. En ik zou het ook niet alleen kunnen. Dus Sam. Yes, yo. Dus ik ben Sam. Ik ben ongeveer op hetzelfde moment begonnen als Ruben. Je hoort wel het verschil van accent. Dus Ruben is van Nederland, ik van België. Ik vind het wel een goede combinatie zo. We zijn een beetje van beide teams en beide landen. Ik ben ook op hetzelfde moment begonnen als Ruben, ongeveer 5 maanden geleden. Ben dus ook nog redelijk nieuw in de business. Dit is wel anderzijds mijn fulltime ding geweest. Dus ik ben vorig jaar afgestudeerd van middelbaar. En sindsdien elke dag, every waking hour, elke dag dat ik, elke uur dat ik wakker was, mee bezig geweest. Van dag 1 ook met DeLorean. En dat is dus de bootcamp dat we nu hebben. Gaat dus echt over DeLorean. Dan zou ik misschien over willen gaan over hoe dat wij echt de bootcamp zien en hoe dat wij denken dat het best gaat werken. Dat we echt mensen van start zeg maar, kunnen begeleiden tot echt advanced DeLorean trader, waarbij dat je zelf posities kan nemen, zelf de markt volledig goed snapt, je trades kan managen en dergelijke meer. Dus de eerste sessie vandaag wordt echt gewoon
heel basic DeLorean. Echt gewoon van start. Het enige wat je moet hebben kunnen gezien hebben, en wat je gezien hebt moet hebben en moet snappen, zijn de 100 en 200 series. Dan dus de volgende sessie gaan we ook verder gaan op de basics. En dan daarna gaan we echt dieper ingaan ook op risk management, account management, trade management. Dat is ook heel belangrijk. En dan om uiteindelijk echt advanced te gaan. En advanced DeLorean, waarbij dat je echt helemaal independent kan traden. Het is ook daarom dat we geen vast aantal dagen hebben op deze bootcamp. We hebben niet gezegd, het is een 5-dagen bootcamp, 7-dagen bootcamp. We blijven gewoon gaan tot als we voelen dat het niet meer nodig is. Zoals yes. eerder gezegd, deze wordt ook recorded. Je kan het ook zien in je linkerbovenhoek. Deze call wordt ook dan gezet op ons YouTube-kanaal. En dan kan je altijd terugkijken, want repetition is key. Dus als je vanavond iets niet snapt, vanavond nog gaat het op YouTube staan, kan je het herbekijken. Maar dit is ook een perfecte platform, of perfecte video's, waarbij je je nieuwe leden ook aan op kan zetten. Yes, en ik wil eigenlijk ook starten, want er zijn denk ik heel veel mensen die nu op deze call zitten en die zijn al begonnen met DeLorean. Dus deze call, er gaat best wel veel, ik denk dat jullie het meeste wel weten, maar alsnog, hoe ik kijk naar traden en als ik progressie wil maken in traden of als ik advanced wil gaan in traden, is altijd goed om, ja, je moet eigenlijk vergelijken met een pijlenboog. Dus dat je eigenlijk gewoon letterlijk die boog even terugtrekt, dat je jezelf ook terugtrekt, dat je reflecteert en eigenlijk gewoon ja, dat stapje terugneemt en dat je dan met je pijl gewoon door jouw target heen kan gaan. En dat is dus ook de bedoeling van de bootcamp. Dus ook het denken van, ja, ik heb al een idee van wat ze gaan zeggen vanavond. Het is goed om alsnog bij te zijn, want ja, gewoon toch weer even dat stapje terugnemen en zo weer opnieuw kan opbouwen. En ik ben er zeker van dat je nog dingen, along the way van deze bootcamp gewoon nieuwe dingen kan gaan leren. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk, drop even in de chat of je nieuw bent. Dus stel voor je zit minder dan een maand in IM Academy. Drop het even in de chat, want ik ben wel benieuwd. Top. Oké, er zijn in ieder geval een paar nieuwe. Dus dat is echt goed. Dan ben je echt op het juiste moment, op de juiste plek. Want dan kunnen we gewoon van nul beginnen tot en met advanced. En ook de bedoeling van de bootcamp is, we weten, er zijn go-live educators. En we willen echt niet de aandacht voor hun afnemen. Maar wat wij wel denken is, we waren al wat langer bezig met wekelijks trainingen geven. En ik denk omdat wij het in het Nederlands geven en omdat wij ook best wel goed wat Tyrone uitlegt, daar kunnen we een soort van simpel uitleggen aan nieuwe members. Dus eigenlijk daardoor krijgen we al heel veel waardering van mensen dat we die calls doen. En dat is eigenlijk ook de reden dat we die bootcamp wouden starten. Dat we echt gewoon van nul tot en met advanced gaan. Voor de rest, ik weet niet, zullen we nu al gewoon gelijk starten met de informatie? Yes, John? Zullen we gelijk van start gaan? Ga je mijn scherm delen? Oké, als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Moest er ooit een probleem zijn, moest het stoppen of zo, zet gerust in de chat, dan weet ik het direct. Eigenlijk wil ik direct beginnen met hoe dat je DeLorean zou accessen. Hoe access je je DeLorean pakket? Daarvoor ga je naar je IM Center. Daar ben je im.center. Daar ben je al vaker wel geweest. Dan log je hier in. En dan deze pagina zou je wel familiar moeten zijn. Ik hoop dat je al de academies, hieronder heb je dus de 100 en de 200 series, dat je die al bekeken hebt. Maar dus, als je helemaal nieuw bent, ben je waarschijnlijk nog niet verder geraakt dan dit. Maar dan wil ik nu wel echt eens tonen welke delen dat wij echt gebruiken. Om te communiceren met de educators van DeLorean en ja, hoe dat zij zeg maar, met ons updates geven over trades, gaan zij hier in deze DeLorean pip talk, dus ga je onder pip talk naar DeLorean en hier zie je gelijk Patrick Kenny, General Forum, welcome to DeLorean Nation, use the comments below. En hier gaan ze ook aankondigen wanneer ze een sessie hebben, de DeLorean educators. Ze gaan hier aangeven van, kijk, my session is cancelled. Euro AUD, full target hit. Dat was van Patrick's sessie vorige week, denk ik. Dus dat vind je allemaal terug in de pip talk. Dit is ook volledig gratis om aan te subscriben. Dan ga je ook meldingen krijgen op je gsm. Dus het is misschien handig dat je notifications aanzet. En het volgende is hier de go live. Misschien ben je hier al geweest, of misschien nog niet. Maar hier, als je je DeLorean package hebt, hoe dat je de educators, zeg maar, vindt en hoe dat je naar hun video's kan kijken en hun live recordings, live sessies, ga je hieronder naar DeLorean,
klik je op DeLorean. En hier heb je de vier educators. Je hebt Patrick Kenny, dat is degene die ook de eerste bootcamp heeft gemaakt voor DeLorean. Het is misschien ook belangrijk om te zeggen, straks ga je wel PowerPoint slides zien. Die zijn helemaal genomen van Patrick Kenny. We geven daar ook volledige credit aan hem voor. Wij nemen daar geen credits van. Verder heb je Abel Melendez, die treedt ook live. Tyrone, dat is eigenlijk de oprichter van de DeLorean-strategie. En dan Murat. Murat is eigenlijk van België. Is wel een Franstalige educator, maar die treedt dus ook elke dag, of dinsdag, woensdag en donderdag, hier live. Dan het volgende is eigenlijk, denk ik, direct hoe koop je het DeLorean-package. Ga je terug naar je im.center. En dan ga je hieronder gaan naar je back-office. Dit is ook de plaats waar je maandelijks abonnement verlengt. Ga je naar customers, vul hier je gegevens in. I acknowledge having received, ja, dit hier dus, aanduiden. Login. En dan hier, als je gaat naar shopping cart, dit is de plaats waar je je maandelijks abonnement gaat upgraden. Maar dit is ook de plaats waar je de DeLorean package zou toevoegen. Dus hier zie je Swipe, Trapes, Web Analyzer, Gold Cup, Bounce Back. Bij mij staat nu DeLorean niet tussen. Waarom? Omdat ik al DeLorean heb. Maar hier dus gaat dus DeLorean staan. De package kost, het pakket kost $22,95. Het geluk dat we nu een beetje hebben, is dat de dollar heel sterk aan het dalen is. Dus dit wordt elke maand weer goedkoper voor ons. Wat mooi is. Natuurlijk, als je dan een team aan het bouwen bent en je... Ja, je referral geld wordt wel steeds minder. Maar kijk, als je je package koopt, is het goedkoper elke maand. En dan wil ik eigenlijk direct overgaan, misschien ook op wat DeLorean precies is. Want misschien voor jullie is het niet allemaal duidelijk, wat is DeLorean? Hebben jullie gewoon deze invite gezien in de Discord? En heb je geen idee wat DeLorean is? DeLorean is eigenlijk een strategie die gebruik maakt van alerten die je krijgt op een platform, dat Ruben straks gaat tonen. En die alerten ga je eigenlijk aangeven van, kijk, op dit currencypaar, en een currencypaar is Euro-USD, NZD-USD, CAD-CHF, CAD-CHF, dat zijn allemaal verschillende currencyparen. En je gaat eigenlijk aangeven van, hey, let op dit currencypaar is er mogelijk een opportuniteit voor jou om deze te traden. Dus DeLorean, het platform waar je eigenlijk die $22,95 voor betaalt, is dus een simpel interface. Je krijgt een alert panel. Dus de alert panel is aan de rechterkant. Daar komen dus om de 15 minuten je alerts binnen. En dan heb je zeg maar de clickable elements. Wat je hier ziet staan, is dus eigenlijk, je kan echt gewoon op die verschillende currencyparen klikken en overlopen en je analyse doen. En ga ik eigenlijk al direct naar de volgende aan. Volgens mij heb ik alles gezegd. Deze. Wat is DeLorean? Dus DeLorean is een multi-timeframe scanner. Dus een multi-timeframe scanner wil eigenlijk zeggen van, hij gaat scannen op verschillende timeframes, dus tijden op de markt. Dus in die candles heb je de 15 minuten, de 30 minuten, 1 uur, 4 uur en daily. Hij gaat op die verschillende timeframes eigenlijk scannen, op 30 verschillende paren. Intussen is het zelfs al meer, als ik me niet vergis, want deze slide is al van even geleden. En het is een algoritme dat echt gewoon elke dag wordt geüpgrade. Elke week zijn er wel nieuwe updates die het beter en beter maken. Ik weet zelfs nog 5 maanden geleden, toen ik begon, zag het echt nog heel veel slechter uit dan nu. En dat is nog maar 5 maanden geleden. Dus wat dan binnen 5 of 10 maanden gaat komen, ben ik echt wel benieuwd naar. En het is ook heel gemakkelijk. Gelijkwerkelijk, ik heb dit aan mijn neefje al geleerd. Mijn neef is net 10 geworden, maar hij was 9 toen ik het hem leerde. En hij kan het. Gelijk, hij heeft mij al foto's gestuurd dan via WhatsApp van, kijk, is dit een vuile trade? En die kon het gewoon. Dus het is echt gewoon voor iedereen doenbaar. Dan ga ik, denk ik, Ruben. Misschien is het dan nu... Ik wil nog even heel kort terugkomen op eigenlijk nog een beetje de bedoeling van de bootcamp. Want kijk, wij willen eigenlijk gewoon ook nog deze bootcamp doen. Omdat we willen hem recorden. En dan hebben we gewoon een recording van 0 tot en met het einde. Dus dat ook bijvoorbeeld als er nieuwe members komen, dat ze dan gewoon deze recording kunnen zien en dan gewoon dit kunnen volgen. Dan persoonlijk, en dat Sam ook dat probleem is. Toen wij de favorites van Tyrone gingen kijken, dat het een beetje onduidelijk hier en daar was. Dus daarom waren we eigenlijk ook begonnen met die wekelijkse training. Om het gewoon op onze eigen manier met een andere structuur uit te leggen. Dus ook al heb jij downlines bijvoorbeeld,
wij raden juist alleen maar aan om, als de bootcamp klaar is, om gewoon ze door te verwijzen naar de YouTube-video's. En zo kan je ze eigenlijk gewoon best wel simpel al educaten in de DeLorean. Nu ga ik dus over de DeLorean praten, over het platform zelf. Dus Sam had het al een klein beetje uitgelegd. 1 seconde. Share screen. Yes. Kan iedereen mijn scherm zien? Oké, top. Dus ja, Sam had het al kort uitgelegd. Het is echt gewoon een soort van... ik ga het zo zeggen. Dus stel voor je hebt de 100 en 200 series gekeken. En dan is het eigenlijk super moeilijk om... Ja, je kijkt naar de markt en het is super moeilijk om dan te bepalen van... Wat moet ik nu doen? Moet ik hem bijnemen? Moet ik een cel nemen? Het is letterlijk onmogelijk om alleen naar die 100 en 200 series al profitable te zijn met traden. Oké, je kan hier en daar wel geluk hebben en een trade goed hebben. Maar het is letterlijk onmogelijk om... alles om letterlijk profitable te zijn. Dus waarom DeLorean eigenlijk is ontworpen, is om het echt gewoon simpel te houden. Dus dat je eigenlijk al binnen een hele korte tijd zelf trades kan zetten en ook echt profitable kan zijn. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dus we kijken naar naar de site, naar het platform. Rechts zien we dus de alerts. Rechts krijgen we de alerts binnen om het kwartier ongeveer. En je ziet ook de timeframe van de alerts. Dus je hebt trades op hoger timeframe en trades op een lagere timeframe. En dat is denk ik ook een voordeel voor mij persoonlijk waarom ik DeLorean zo fijn vind, is jij kan intraday trades nemen. Dus bijvoorbeeld trades die gewoon dat je ze bijvoorbeeld om 11 uur neemt en dat je dan om 1 uur of om 2 uur al jouw take profit hebt gehit. Maar je kan ook swing trades nemen. Dus dat jij bijvoorbeeld een trade neemt op ik zeg maar wat, bijvoorbeeld maandagavond. En dan pas dinsdag, woensdag of donderdagavond dat jij die trade jouw target hit. Dus dat er een veel langere tijd overheen gaat. Maar dat je ook wel meer pips kan pakken, meer winst kan pakken. Oké, dus dan linksboven zie je ook de shadow. Shadow is dus eigenlijk niet iedereen kan hierin. Of ja, ik zeg het verkeerd, niet iedereen kan hier dus trades inzetten. Dit zijn letterlijk trades, trade ID's van dus de educators. Hoe hun kijken naar de markt of hoe zij kijken naar de markt en wanneer ze iets interessants zien, dat droppen ze dan in de shadow. Dus dan zie je bijvoorbeeld, ik zal er wel over eentje gaan, euro AUD, je ziet, hier staat jouw entry, prijs heeft entry gehaald, dus dan ga je in de trade, hier moet je jouw stoploss zetten, dus stel voor, de prijs komt daar, dan verkoop je de trade automatisch met verlies, en hier zie je target. Dit is letterlijk, zeg maar, nu, dit is een week geleden ongeveer, of ik weet niet precies hoe lang geleden, maar dit wordt, zeg maar, neergezet wanneer de prijs bijvoorbeeld op dit punt is. Dus zoals je ziet, entry wordt gehit, stoploss wordt net niet gehit, uiteindelijk, de prijs gaat gewoon naar zijn target. Dus zonder dat je eigenlijk zelf enige verstand hebt van DeLorean, kan jij al winst pakken. En dat is eigenlijk supergoed, in mijn ogen is het supergoed dat I'm Academy en dat DeLorean dit doet, want je gaat, eerlijk is eerlijk, je gaat niet in jouw eerste paar weken zelf een profitable trader zijn, maar mensen willen toch wel geld, resultaten zien, geld verdienen, dus dit is dan een manier wat I'm Academy toepast om dus nieuwe members toch die resultaten te laten zien. Dus de shadows zijn gewoon puur de trade ID's van de educators. Dan even kijken. Oké. Dus dan heb je ook... waarom DeLorean... Hetgeen wat DeLorean eigenlijk zo simpel maakt, is het stappenplan. En het is een super simpel stappenplan. Het zijn 4 stappen. En zoals je ziet, je hebt een stappenplan voor de korte termijn. Dus voor de 15 minuten tot een uur. En dan dat zie je dus hier rechts. Dan zie je 15 minuten, 30 minuten, 60 minuten... Die trades zijn korte termijn en je hebt trades op lange termijn. Dus 240 minuten, oftewel 4 uur. En je hebt ook trades op de daily time chart. Dus moet je eerst gewoon kijken naar je alert van op welke timeframe is het? Ga je hier naar training? Ga je naar je cheat sheet, heet dat. Voor die van 15 minuten. En dan zie je gewoon 4 stappen. Dus je ziet voor een buy signal en een sell signal. Dus buy is als het groen is. Sell om te verkopen is als het rood is. Dat is voor korte termijn. Ach, ik zie iets in de chat. Oké. Dat is op korte termijn en dan heb je deze op lange termijn. Is in principe hetzelfde. En zometeen gaat Sam nog even goed over de 4 stappen. Maar in ieder geval hier kan jij dus de cheat sheet vinden. Dat is gewoon hier linksboven bij training en dan hier. Wacht, ik zie nog iets in de chat. Oké, niks bijzonders. En dan wil ik nog één ding zeggen. Is dus we kunnen trades
intraday trades nemen. Dus die duren dan ongeveer, kunnen een uur duren, soms 2 of 3 uur. Maar wat er aan gaat komen met DeLorean, en daar ben ik super hype voor, is dat heet Hyperdrive. Dus dat we zelfs met DeLorean kunnen scalpen. Dus dat we op de 5-minuten chart volgens mij kunnen gaan traden. En dat betekent dat je in een trade stapt. En dan letterlijk 10 of 15 minuten later heb jij jouw profit al behaald. En nu is het nog niet uit, zijn ze veel mee bezig. Maar dat is dus iets waar ze in de toekomst naartoe gaan werken. En dan ga je echt met alleen DeLorean kan je dus en scalpen, en intraday traden, en swing traden. Dus gewoon alle drie de soorten trade strategieën kan je eigenlijk in één strategie doen. Sam, misschien kan jij nu gewoon over een voorbeeld gaan met de 4 stappen. Juist, yes, is goed. Ja. Zeker, terug mijn scherm. Oké. Ga ik terug naar de PowerPoint. Dus DeLorean is eigenlijk, dus, zoals je net zag op de cheat sheet, is gebaseerd op 4 simpele stappen. Dus eigenlijk ga je in 4 simpele stappen bepalen of een trade goed is. Dus goed wil zeggen van, kijk, ik neem hem. Ik enter de trade met een take profit en een stop loss. Of je zegt van, nee, deze volgt niet een van de stappen, dus ik neem deze niet. En het is werkelijk echt maar die 4 stappen. Er zijn natuurlijk nog andere dingen die je later gaat leren in de bootcamp waar je naar kan kijken en die wel belangrijk zijn en relevant. Maar je kan gewoon, het is al getest geweest, als je elke DeLorean trade neemt die de stappen volgt, was het volgens mij 71% profitable. Dat was wat Tyrone had gezegd. Tyrone is een van die educators. En die 71% is, ongeacht of het de markt helemaal zijwaarts gaat, of het tegen de trend ingaat. Nee, tegen de trend niet. Maar als de markt nu zijwaarts gaat. Maar als beginner is dat echt alles wat je nodig hebt. Dus de eerste stap is eigenlijk kijken van, of zelfs eigenlijk de nulde stap is kijken van, oké, kijken voor een buy of een sell. En het verschil tussen buy en sell is of je koopt op de markt of je verkoopt op de markt. En dan zie je eigenlijk al direct, kan je even zeggen, Ruben, zie je mijn muis? Ja, je ziet hem. Ja, oké, top. Dan zie je eigenlijk al direct hier. Je ziet hier of groen of rood. Groen wil zeggen buy en rood wil zeggen sell. Dus je koopt op de markt of je short de markt. Dus op die manier weet je al direct van, oké, ik wil, de bedoeling is dat ik de markt op de markt ga kopen. En dan eenmaal dat je daarop klikt, is het eerste wat je gaat zien, dit. Een buy of een sell. Dat pijltje buy of sell gaat echt aangeven van, ja, wil ik kopen of verkopen. Dat is eigenlijk het eerste. Dan, voordat we beginnen, we kijken naar de 2 candles links van de pijl. Dus de 2 candles, de 2 blokjes die links van de pijl staan, heten onze DeLorean candles. En dat zijn de candles die ons gaan vertellen of de trade goed is of niet. En dit is die cheat sheet. Dus hier heb je, dit is de cheat sheet, het zijn er dus 4. Je hebt er dan 1 voor buy of sell. En dan heb je nog 1 onderling voor de korte termijn, de korte timeframes en de grote timeframes. De kleine timeframes en de grootste timeframes. De kleine timeframes zijn dus de 15 minuten, 30 minuten en de 1 uur. Dat wil zeggen, elk blokje, elke candle is of 15 minuten, 30 minuten of 1 uur. En dan heb je nog de long-term trades. En dat is dan voor de 4 uur of zelfs daily. Dus daily wil zeggen van effectief, je 2 DeLorean candles, 2 candles, dat is al 2 dagen direct. Dus dan zit je echt in die trade waarschijnlijk voor een week of langer. Of ja. Oké, dan hier wel een eerste voorbeeld. Dus in dit geval, we zien, oké, we zitten op GBP-JPY. Maar dat moet je zelfs niet weten, want je kan gewoon klikken op die clickable elements die je hier zag. En je klikt hier gewoon op, bijvoorbeeld NZD-CHF, GBP-NZD. Dus stel, we klikken op een van die en nu komen we uit op GBP-JPY. Dan ga je dit zien. Ga je gewoon candles zien, de candleblokjes die je al ook hebt gezien in de 100 en 200 series, samen met 5 verschillende lijnen. Heel belangrijk, deze lijnen laat je niet direct afschrikken erdoor. Volgende week gaan we echt volledig diep op in, wat die precies zijn en wat die betekenen. Maar dus, wat nu voor nu belangrijk is, is we kijken naar deze pijl. De pijl. Nee, ik ga niet beginnen met tekenen, dat komt nooit goed. Dus we kijken naar de pijl. Oké, hier is het de bedoeling. Dus je moet je inbeelden, dit hier weten we allemaal nog niet wat er gebeurt. We zitten hier. Deze 2 candles zijn gebeurd. En dan zie je deze pijl. Oké, we zien de pijl. Zoals we hier... Oh. Even terug. Zoals we hier zeiden, quick note. Voor we beginnen, kijk naar de 2 candles links van de pijl. Oké, gaan we doen. De 2 candles links van de pijl. Dat zijn deze 2.
Deze twee candles, daar gaan we naar kijken. Dan gaan we naar stap 1 gaan. Oké, we gebruiken daarvoor volledig onze cheat sheet. Stap 1. Look at the candles. Oh, ik ben iets belangrijks vergeten. Heel belangrijk. Hier zijn we. We zien GBP JPY. Oké, op welke timeframe zitten we? Zitten we op de 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 4 uur of daily? Oké, we zien hier op de 15 minuten. Dus dan ga je op je DeLorean-platform ga je gaan naar, cheat sheet. We kiezen voor de korte timeframes. Dan kijken van, zitten we in een buy of een sell? Oké, we zien een blauwe candle. Een blauwe candle, blauwe pijl. Dus een blauwe pijl wil zeggen, we kijken voor een buy. Dus dan zie je hier een buy signal called for the 15 minute, 30 minute, 1 hour. Ga je even clear. Dus we weten buy 15 minuten. Want we zien hier 15 minuten, zien we trouwens hier 15 minuten. Nog iets belangrijks, voordat we zelfs kijken naar de stappen, is, zijn we tussen 2 uur en 10 uur 's ochtends? We hebben geluk, dit is Eastern. Dus dit wil zeggen 2 uur tot 10 uur 's ochtends in New York en Miami. Maar wij wonen in België en Nederland, dus voor ons is dit van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Het is ook heel belangrijk dat je dit onthoudt. We kijken om te traden tussen 8 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Als jij zegt van, ik kan nooit tussen 8 uur 's ochtends en 4 uur 's middags op de chart zitten, al is het voor een half uur, zeker met Hyperdrive, waar Ruben het over had, waar we eigenlijk echt op heel korte timeframes gaan traden, dan is waarschijnlijk DeLorean niet de strategie voor jou. Deze strategie is echt gewoon voor tussen 8 uur en 4 uur 's middags. 8 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Oké, zitten we tussen 8 uur 's ochtends en 4 uur 's middags, is het een ja, dan kunnen we overgaan naar stap 1. Look at the two candles to the left of the arrow. Is the blue candle bigger than the red? Dus we kijken naar de twee candles links van de pijl. Is de blauwe candle groter dan de rode? Is de blue candle bigger than the red? In dit geval ja. Dus de blauwe candle is effectief groter dan de rode. Dat is een check. Dus stap 1 is erdoor. Gaan we over direct naar stap 2. Does the red line cut through both candle bodies? Gaat de rode lijn doorheen de twee candle bodies? Dus hier heb je de candle bodies. Dus de bodies wat eigenlijk zeggen, dat is dit. Dat is dit blokje. De wicks zijn zeg maar die sticks die uitsteken, dat telt niet. Het moet effectief door de twee candle bodies gaan. Oké, hier gaat het perfect er gewoon door. Dit is een check. En het goede nieuws is eigenlijk, wat ik tot nu toe heb overlopen, stap 1 en 2, zijn normaal gezien altijd al juist. Dat is de reden dat ze op de scanner komen. Dus enkel als stap 1 en stap 2 al juist zijn, ga je die pop-up ook zien op je DeLorean-platform. Dus die twee zijn in orde, dan gaan we naar stap 3. Dus vaak ga je gewoon beginnen bij stap 3, omdat die twee al gewoon passen. Is the gray, aqua or blue line closely below the two candles? Dus, is de aqua, dat is deze, is de aqua, de gray, or the blue line closely below the two candles. En hier is het belangrijk, je mag ook zeggen cutting through. Dus we willen dat één van deze drie vlak onder de candles zitten, of ze mogen er ook doorsnijden. Dus in dit geval zien we de aqua gaat door de candles. We hebben zelfs nog een extra confirmatie waarom. De grijze is gewoon vlak onder. Je moet dit echt gewoon zien als zeg maar een vloer waarvan ze springen. Of bijvoorbeeld een trampoline. Je kan het ook zo bekijken. Dus dit kan je echt zien als ze zitten op die aqua of gray. En ze springen er vanaf. Dus stap 3, check. Gaan we direct terug over naar stap 4. Make sure... Ga ik terug even wegdoen. Make sure the gray, aqua or blue lines are not closely above price. Dit is, vond ik persoonlijk in het begin, de moeilijkste. Dus als je deze niet direct begrijpt... is niet moeilijk. Of begrijpen ga je het misschien wel doen, maar iemand dat je toepast, kan deze wat moeilijk zijn. Dus deze, wat ik al zei, is de vloer. Maar dit kan ook evengoed een plafond zijn. Dus dit kan ook een ceiling zijn. Stel je voor dat de... Ik ga even een aqua nemen. Stel voor dat deze lijn niet hier was, maar deze lijn was hier. Zo. Dan gaat het niet meer als een vloer... zijn purpose gaat niet meer een vloer zijn, maar gaat gewoon een plafond zijn. Dus wat kan er dan gebeuren, is dat gewoon de markt naar boven gaat, hij gaat tot hier, en dan kaatst hij er gewoon weer vanaf. Maar in dit geval zien we, stap 4 gaat er door, want er zit hierboven, zien we geen enkel van deze drie lijnen. Dus hierboven, ja, the sky is the limit, letterlijk. We kunnen gewoon blijven gaan
tot we ons TP hitten. En dat is ook iets waar je nog geen zorgen over moet maken. Daar gaan we later ook op teruggaan. Dus om nog eens kort overlopen. Stap 1. Is de blauwe, blauwe candle groter dan de rode? Check. Stap 2. Gaat de rode lijn door de beide candle bodies? De rode lijn gaat effectief door deze twee. Oké, stap 2 is check. Stap 3. Is de grey aqua or blue line closely below the two candles? Is de grijze aqua of, grijze, of donkerblauwe lijn dicht onder de twee candles? Of gaat het erdoor? Deze kan ook. In dit geval... Even mijn muis kwijt. In dit geval gaat er gewoon door en zit er zelfs in onder. Dus heb je zeg maar twee confirmaties dat deze een goede trade is. En dan make sure the grey aqua blue lines blue line are not closely above price. Er is niks, geen enkele lijn hierboven. Dit volgt gewoon de vier stappen. Dus dit is het. Kijk, hiermee kan je echt gewoon al trades nemen. Natuurlijk, je weet nog niet waar enter ik de trade, waar zet ik mijn take profit en mijn stop loss. Met deze vier stappen weet je al direct of je een profitable trade hebt of niet. Of bedoel ik, of je een trade hebt die profitable kan zijn of niet. Nu ga ik eigenlijk gewoon direct terug aan Ruben geven. Yes. En hij gaat gewoon direct op de loan scanner bijvoorbeeld doen. Ik had een paar vragen in de chat in ieder geval. De eerste vraag was, wat is de wick van de rode candle groter dan een blauwe candle? En het gaat dus echt, het was al beantwoord in de chat. Het gaat inderdaad dus echt dat de body groter is dan de andere body. Je moet niet kijken naar de wicks, je moet echt kijken naar de bodies van de candle. Maar dat was een goede vraag inderdaad. Dan was er nog een vraag. Dus als één van de drie IMA's of van die drie lijnen in de buurt is, is dat voldoende dan? En antwoord is ja, we wilden dus of de aqua, of de grey, of de navy gewoon er dicht onder. In het geval van, of ja, het voorbeeld wat Sam net liet zien, sneed de aqua er doorheen en zat de grey er dicht onder. Dus dan heb je eigenlijk dubbele confirmatie dat die goed zou gaan. Maar dat was ook een goede vraag inderdaad. Ik ga dan gewoon terug naar... Ik ga er ook gewoon eentje overlopen. En dit was dus ook gewoon een trade vandaag. Dus het was niet zomaar een goede uitgekozen. Maar dit was dus ook gewoon echt een trade wat is het? Vier uur geleden was deze trade. 4,5 uur geleden. Dus nogmaals, hoe ik bijvoorbeeld zelf naar dit, naar de Delorean kijk is. Oké, ik zie US 30, 15 minuten. Ik ga naar mijn training. Ik druk weer op die 15 minuten cheat sheet. Ik kijk van, oké, ik zie die blauwe pijl. Ik kijk naar de... Ik zal er nu iets sneller overheen gaan, maar om het toch te herhalen, dat blijft goed natuurlijk. Ik wil even deze kleur. Kijk naar deze twee candles. Deze twee candles. Dus we kijken, we kijken naar de candle body, is belangrijk. Niet per se naar de wick. Dus je kijkt gewoon naar de bodies. Oké, blauw is groter dan de rood. Yes. Door naar de volgende stap. Dus hier, look at two candles. Yes. Ga naar stap 2. Dat is de red line, cut through both candle bodies. Kijk je naar die rode lijn die hier loopt, snijdt hij door beide candle bodies. Dus niet door de wick, maar even kijken. Dat is handig om gewoon in te zoomen, want dan weet je het 100% zeker. Dus in dit geval, we kijken naar de rode lijn, snijdt er mooi doorheen. Dus antwoord op vraag 2 is ook yes. En wat Sam net zei, meestal gaat stap 1 en stap 2 zal daar ja op geantwoord worden, automatisch. Stap 3, is de grey or aqua or blue line closely below the two candles? We zien hier die aqua. Zit er echt perfect onder. Dus vraag 3 is antwoord ook ja. Gaan we naar de vierde vraag. Make sure the grey, aqua or blue lines are not closely above price. Oké, dus je moet gewoon kijken. Is er één van die drie gekleurde lijnen? Ja, de navy zie je niet eens meer op deze grafiek. Dus je ziet alleen de aqua of de grey. Daar zit die dicht boven de prijs. In dit geval nee, dus antwoord is ja. Dus dan boom, je kan de trade nemen. En waarom zeg maar, vraag 3 en 4, die hebben natuurlijk een achterliggende reden waarom ze er dicht onder moeten zijn en waarom ze er ook niet dicht boven moeten zijn. En waarom dat is, dat gaan we dus volgende week uitleggen. Maar in ieder geval is het om basic understanding te hebben, is dit genoeg. Dus zoals je ziet, de vier stappen kloppen. Het enige wat we dus nog moeten doen, is de trade nemen. En je ziet, boom, gaat gewoon lekker verdienen geld. Zo simpel is het. Die vier stappen, als ze alle vier kloppen, neem de trade en... natuurlijk, ze gaan niet allemaal goed, maar wat Sam net al zei is, als je alle Delorean trades neemt die aan de stappen voldoen, is rond, ja, dat
zei Tyrone dan, is ongeveer rond de 70-71% is goed. En dat stopt natuurlijk. Ik weet niet, misschien Sam, is tot nu toe eigenlijk, of even tussendoor, is tot nu toe duidelijk de vier stappen? Of zijn er nu al misschien vragen van mensen? Even kijken. Drop even een 1 als het duidelijk is, dan weet ik dat. Oké. Okay. Is duidelijk. Dan Sam, kunnen we naar het volgende voorbeeld gaan? Dat is trouwens een hele goede vraag. Dat is echt een goede vraag. Met Close to Below bedoelen we eigenlijk 10 tips. Bij US30, even kijken, werkt wel iets anders. En we kijken eigenlijk vanaf de wick. Dus hier, je ziet deze twee candles, je ziet de wick. Daaronder willen we eigenlijk 10 pips, ja. Dus links zie jij, even kijken, volgens mij, bij US30, even kijken hoor. Ja, bij US30 werkt het helemaal anders. Ja, bij US30 werkt het natuurlijk helemaal anders. Even kijken of ik een ander voorbeeld snel kan nemen. Bij US30 werkt die tipcount anders. Dus laat ik gewoon deze nemen, Eurochef. Als die laat. GBP, NCD. Oh, dit is toevallig. Oké, op de 4 uur dus, de 240 minuten, met closely bedoelen we 25 pips. Dus hier heb je bijvoorbeeld die rode pijl, hero. En dan ga je gewoon vanaf de wick. Heb je die lineaal. Ga je van de wick. Dan mag je 25 pips. In dit geval, ja, er staat 500. Maar je moet het laatste getal eigenlijk wegdenken. Dus in dit geval is die 50 pips van de aqua. Dus dat is eigenlijk te ver. We willen eigenlijk maar 25 pips van de aqua. En bij trades op de 15 minuten, 30 minuten en een uur. Dus ik zal deze even pakken. Even kijken. Hier zien we dus die pijl. Dan willen we eigenlijk maar 10 pips van de... Dan willen we dat de IME er maximaal 10 pips van af is. Dus dan ga je gewoon vanaf de wick tekenen. In dit geval, even kijken, is hier ook ongeveer 20 pips van af. Dus deze is er ook iets te ver is hiervan af. Maar dat is wel een goede vraag. En sowieso, ja, uiteindelijk... Ik wil niet te inhoudelijk gaan, maar eigenlijk persoonlijk wil ik eigenlijk echt alleen trades nemen waar die lijn er echt... Of dat hij er doorheen snijdt, of dat hij er echt net aan niet doorheen snijdt. Maar als hij er al een beetje van af is, dan neem ik hem eigenlijk niet. Maar ik wil niet te inhoudelijk erover ingaan. Dat is iets voor volgende week. Maar ja, denk gewoon, oké, hij moet er een closely below. Dus denk gewoon, oké, of hij snijdt er doorheen, of hij raakt hem echt net niet. Geldt dat ook voor stap 4? Nee, dus met stap 4... Met ruimte willen we eigenlijk gewoon... We willen dus dat hij er niet dicht... In een buy willen we dat hij er niet dicht boven is. Want we willen de trade ruimte geven om een soort van te moven. Je gaat zien wat Sam net uitlegde. Die IME is een soort trampoline. De prijs springt daarvan af. Die schiet daarvan af. Maar dat werkt ook hetzelfde als een plafond. Dus als het goed is heb je in de 100 en 200 series geleerd over support en resistance. En zo moet je eigenlijk naar die lijnen kijken. Dus je ziet het, oké. Die lijn, de prijs, die springt daarvan af. Maar ook als er een lijn in de buurt is, dan gaat hij daar ook weer van af. Dus je wilt, je wilt natuurlijk jouw trade ruimte genoeg geven om goede winsten te nemen. Om toch wel geld ervan te verdienen. Dus zodra jij een trade neemt, ik zal even tekenen, de aqua is hier. Maar stel voor dat de aqua zo loopt. Ja, dit is niet genoeg. Je geeft je trade niet genoeg ruimte om omhoog te gaan. Dus dat willen we niet. Dat willen we vermijden. Op het begin zou ik eigenlijk echt alleen maar trades aanraden waarbij er gewoon geen lijnen boven staan. Om het gewoon simpel te houden. En dat gaat ook gelijk jouw winstpercentage verhogen. Als je gewoon alleen trades neemt waarbij er geen lijnen boven de prijs zijn en geen lijnen onder de prijs. Maar ja, als je zeg maar dat al doet, dat zou top zijn. Uiteindelijk, als je meer advanced bent, dan kan je daar zeg maar een soort van... Ja, kan je dat wel gaan doen. Maar dat gaan we allemaal uitleggen later in de bootcamp. Ik wil het voor nu even wat basic houden. Maar weet dat die optie er wel is. Wacht, ik zie wat in de chat. Want als hij er dan dichtboven zit, bounce hier als het ware van af. Ja, precies. Precies. Oké. Ja, voor dat minuut, het is eigenlijk gewoon vooral omdat...
omdat we deze recorden en ook gewoon op YouTube willen zetten, dus hebben we even iedereen gemute. Maar ik kan anders, als het goed is, gaan we nog een laatste voorbeeld doen en dan ronden we af vanavond. Ja. Ik heb mijn scherm terug delen. Oké. Dus dit is ook gewoon een voorbeeld van vandaag, EURUSD. Dit was een voorbeeld van ja, om 2 uur deze middag. Doe gewoon even terug de 4 stappen. Dus even voor de duidelijkheid, we zien hier dus de pijl. Dit zijn dus de 2 candles waar we naar kijken. De 2 candles voor de pijl. Oké, stap 1. Is de blauwe candle groter dan de rode? Check. Gaat de rode lijn door de beide candles? Check. Is de aqua, de grijze of de navy EMA er vlak onder of erdoor? Hier zie je, ja, ze gaan zelfs door de wicks, maar ze zitten er vlak onder dus. De navy zit er vlak onder. Oké, check. Stap 3 is erdoor. En dan was stap 4. Kijken we van, ja, is er geen EMA? Dus is er geen lijn die er vlak boven is? Ja, en hier zie je van, ja, je hebt hier echt niet veel ruimte. Als je hier de trade neemt, heb je niet veel ruimte om je trade te laten runnen, zeg maar. Want dit is dus een plafond. Dus deze zou je niet genomen hebben. Dus kijk, stap 1 gaat er door, want de blauwe candle is effectief groter. Stap 2 gaat er ook door. Stap 3 gaat er door. Maar stap 4 gaat er niet door. En het is echt wel cruciaal dat alle 4 de stappen goed gaan. Want dan, dus hier, stap 4, make sure the gray aqua blue line are not closely above. In dit geval was het zo. Als het niet zo is, dus stel dat de trade dan wel ruimte had om te ademen, take trade. Maar in dit geval, stap 4 gaat er niet door, dus laten we dit voorbeeld voor wat het is. En dat is ook wat ik bedoel. Laten ze nog dat voorbeeld zien van net. Yes. Dat is ook wat ik bedoel van probeer op het begin. Ik raad echt gewoon aan om eerst gewoon te beginnen met trades waarbij je geen lijnen erboven hebt in een buy of geen lijnen eronder in een sell. Oké, je gaat iets minder opportunities zien in de markt. Maar als je die stap toepast, ga je al wel gelijk, ook al ben je nog maar... heb je nog maar basiservaring met traden, ga je al wel gelijk veel meer resultaten zien. Als je gewoon alleen al dat voor jezelf toepast. Dus in een buy geen lijnen erboven en in een sell geen lijnen eronder. Dus schrijf het vooral op als je nieuw bent, dat gaat je al heel erg veel helpen. Dus in de toekomst gaan we dat wel. Zijn er wel andere manieren om te traden, maar dat is dus allemaal later in de bootcamp. Ik wil nog één ding... Mag ik nog één ding kort zeggen? Of ja, ik wil dus nog zeggen... Van sowieso, we weten, het was heel basic deze call, maar we willen dus echt meer advanced gaan naarmate we verder gaan. En ja, sluit jij maar trouwens af, Sam. Ja, dus ik zou nog 2 vragen in de chat. Eén was van Raoul. Ik ga je gewoon direct zeggen, stuur mij gewoon een bericht op Instagram. Mijn naam staat normaal gezien onder mij. Ik ga je gerust verder helpen. En dan was nog een tweede vraag, was waar is de gele lijn voor? Ja, de gele lijn en de rode lijn zijn echt gewoon... Dat is mijn B. Die zijn echt gewoon life-changing. Maar daar gaan we het echt over hebben later in de bootcamp. Deze gaan we ook gebruiken voor andere tradingstrategieën. Want er is eigenlijk zelfs nog meer dan enkel de 4 stappen. Er zijn eigenlijk, om precies te zijn, 4 of eigenlijk zelfs 5 entries die je kan nemen. Dit is er 1 van. Dit is ook wel de meest gebruikte. Daar treed ik het meest op. Dus denk niet dat je... maar 1/5 kan traden van wat je normaal kan traden. Dit is echt gewoon het meest voorkomende. Ik ga even stop met sharen. En dan, ja, om de trade af te ronden, wil ik gewoon eigenlijk nog vlug zeggen van, kijk, zeg je van, ik wil direct beginnen en ik ben excited, ga ik gewoon direct aanraden om Patrick Kenny zijn bootcamp te kijken. Onze bootcamp is er sterk op gebaseerd. Zet ik even de link in de chat. Daar is een playlist met zijn video's. Ja, en dan, als je die al gekeken hebt, is dit echt gewoon een goede aanvulling of herhaling. En ja, voor de rest, ik weet niet of jij nog iets wil zeggen, Ruben, maar ik denk voor vandaag... Nee, ja, ik wil sowieso iedereen bedanken voor de tijd die ze hebben genomen. En we weten, het was, ja, nogmaals, het was een beetje basic, maar we gaan echt ervoor... We willen iedereen gewoon zorgen dat ze begrijpen wat advanced Lorin is. Wij hebben zelf al 4 à 5 maanden ervaring met de Lorin. We zijn zelf heel veel bezig met advanced Lorin om het echt te begrijpen. We zijn heel veel de favorites opnieuw aan het kijken en we willen dus echt gewoon... Ja, in de toekomst willen we echt gewoon alle informatie die wij hebben in deze bootcamp stoppen. Dus we weten, het was misschien een beetje een saai of een basic begin. Maar kom gewoon volgende week donderdag terug en je gaat zien dat er al gelijk value gedropt gaat worden. Nog even ter informatie. Ja, we doen dus iedere donderdag om 8:00. Gewoon dezelfde dag, dezelfde tijd. Dus we hopen dat we jullie volgende week weer zien in ieder geval. Ja, en juist voor de link waar ik daarnet over had, voor iedereen die de recording nu aan het kijken is op YouTube, ik zet de link ook in de beschrijving onder de video.
Wil ik gewoon even zeggen. En voor de rest. Yes. Top. En als jullie nog vragen hebben, Sam's Insta zie je wel. Mijn Insta, ik zet het nu in de chat, is Ruben Dur, Ruben D-U-R, laagstreepje. Dus als jullie vragen hebben, zeg maar, over iets van DeLorean, je kan ons altijd gewoon sturen op Instagram en dan kunnen we jou verder helpen. Dus dan kunnen ook al advanced vragen zijn. We willen nu met in de eerste video nog niet echt advanced vragen beantwoorden, omdat het niet echt nut heeft in de eerste video. Dus als je met vragen zit over DeLorean, connect gewoon met ons op Instagram en dan helpen we jou verder. Dus dat was hem. Thanks nog een keer iedereen voor jullie tijd en dan hopelijk zien we jullie volgende week weer. Yes. Ciao, ciao iedereen. Ciao, ciao. Fijne avond nog.